Ook in de wintermaanden is het clubhuis Te Werve in Rijswijk een ideale verblijfplaats voor sportlieden die zich willen voorbereiden op een belangrijke wedstrijd. Dit zijn leden van de volleybalclub Dynamo uit de Albanese hoofdstad Tirana. Mannen die niet vaak in de gelegenheid worden gesteld om een kijkje te nemen in West-Europa. Nu waren ze hier om een wedstrijd te spelen in de competitie om de Europa Cup. Want een dergelijk toernooi bestaat ook in de volleybalwereld. De Nederlandse kampioen Blokkeer in donkere shirts en witte broek had de steun van 2000 supporters toen de wedstrijd in de fraaie sporthal aan de Steenwijklaan in Den Haag begon. Voor de Hagenaars was het de tweede wedstrijd tegen Dynamo. De eerste in Albanië was geëindigd in een 3-sets nederlaag. En alleen een overwinning met betere cijfers dan die van Dynamo in Tirana zou Blokkeer naar de kwartfinale brengen. Nadat de Nederlanders de eerste set met 15-10 hadden gewonnen, wisten de spelers uit Tirana in de tweede set een 4-0 voorsprong te nemen. Maar Blokkeer kwam terug en won deze set tenslotte ook met 15-13. Zeer tot leedwezen van de officiële Albanese begeleider, wien deze schoen niet paste, maar die hem toch moest aantrekken. In de derde set nam Dynamo weer een voorsprong en de hoop op een zege van Blokkeer verflauwde meer en meer. Totdat plotseling een geweldig Haags offensief het beeld radicaal veranderde. Van 5-3 voor Dynamo werd het maar liefst 15-5 voor Blokkeer. Dat daarmee tegen alle verwachtingen in niet alleen de overwinning behaalde, maar zich tevens plaatste voor de kwartfinale van de strijd om de Europa Cup. APPLAUS